Het gaat niet zo goed met de kinderprogramma's van Zeppelin. Kinderen kijken liever naar Fox Kids en Kindernet. Volgens Jan-Willem Bult, hoofd van de KRO Jeugdprogrammering, heeft Zeppelin het vooral aan zichzelf te danken. Meneer Bult, welkom in de studio. Wat is er mis bij Zeppelin? We kijken te weinig kinderen naar onze programma's. En dat is uiteindelijk wat je graag het allerliefste zou willen. Je maakt wel onderscheid tussen het ene programma is voor een wat groter publiek, het andere programma is voor een wat kleiner publiek, maar in zijn totaliteit wordt er te weinig gekeken. Ik denk dat het komt omdat we onze eigen kroonjuwelen onvoldoende benutten. We hebben genoeg hele mooie programma's. Er loopt ongelooflijk veel talent rond. Maar het kan allemaal nog wat beter, wat scherper geprofileerd worden. En dat zou kunnen door het op andere tijdstippen te zetten? Bijvoorbeeld. Ik denk dat zijn twee dingen. Je moet het uiterste halen uit de programma's die je maakt. Wij zijn zelf heel erg altijd aan het zoeken naar wat is nou het beste moment van de dag om zoiets uit te zenden. Constant aan het puzzelen, steeds met programma's opnieuw in het schema te zetten. Totdat we het gevoel hebben, oké, nu bereiken we het publiek wat we graag zouden willen bereiken. In zijn totaliteit kijk je dan naar, bereiken we wat we eigenlijk beogen. En we zijn een publieke omroep, we hebben een publieke taak, we hebben een opdracht. En die proberen we zo goed mogelijk uit te voeren. Maar het is me toch nog niet helemaal duidelijk genoeg waardoor er te weinig kinderen kijken, terwijl u zegt we hebben de kwaliteit wel in huis. Ja, het is altijd een combinatie van factoren. Wat natuurlijk heel erg belangrijk is, is wat doen andere zenders. Buitengewoon belangrijk. Daar kun je niet helemaal door laten leiden, want je hebt een eigen opdracht, je hebt een eigen taak te vervullen. Vervolgens ga je kijken naar welke programma's hebben we. Hoe staan die bij elkaar? Wat is de toon van die programma's die we hebben? Hoe verpakken we dat? Al die elementen bij elkaar maken een zender cool of niet? En op dat punt is Zeppelin absoluut nog niet cool genoeg. Maar waardoor is een bepaalde commerciële zenders dan wel cool voor kinderen? Nou, die zijn ook niet per definitie cool. Maar door een hele consistente samenhang van programma's, door een goede communicatie met kinderen, door kinderen er goed bij te betrekken. Dat wil zeggen vooral dat kinderen zichzelf in de programma's herkennen. Of via de programma's op een bepaalde manier geprikkeld worden. Voelen kinderen zich thuis bij een zender? Geeft u eens een voorbeeld van een zender die dat goed begrepen heeft? Nou, wat ik een heel goed voorbeeld vind is zoals Nickelodeon zich in de Nederlandse markt profileert. Maken niet zo heel veel eigen programma's, lokale programma's. Maar tussen de regels door geven ze kinderen absoluut het goede gevoel van we zijn er voor jullie. En we zijn van jullie. En daarnaast hebben ze in hun programmering wel goede consistent pakket samengesteld. Het enige is dat ik het pakket in zijn totaliteit wel wat beperkt vind. Het beperkt zich wel tot een bepaald soort, met name animatieseries. Maar toch, het is duidelijk en herkenbaar. En je ziet ook een groeiende groep. En op een gegeven moment houdt die groep op qua groei. En dan hebben ze een club. En waarschijnlijk zijn ze dan heel erg tevreden met die club die ze hebben. Ik vind dat de ambitie van de publieke omroep zelf nog wat hoger zou mogen liggen. Aan beide kanten. Dus hoger wat betreft het bereiken van kinderen, het binden van kinderen. Maar zeker ook wat betreft het aanbod. Nou, en daar ligt de interessante spanning van de publieke televisie. We hebben hoge programmatische ambities. Soms misschien wel dusdanig hoog dat we even vergeten dat het om amusement ging. Televisie is primair amusement voor kinderen. Nou, bij de publieke omroep toch niet alleen maar? Nou, primair. Je zet de televisie aan om vermaakt te worden, niet om iets te gaan leren. Dat doe je op school. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat de publieke omroep iets toevoegt. Anders kun je net zo goed alleen maar commerciële zenders hebben. Ja, iets toevoegt in originaliteit, in kwaliteit, in ontwikkeling. Al die dingen waar we constant mee bezig zijn. Hier en daar kijken of je de grenzen van kinderen kunt verruimen. Dat is absoluut een groot verschil met wat commerciële televisie doet. Er is een verschil tussen exact geven wat kinderen zouden willen en te kijken of je met een heel origineel aanbod hetzelfde kunt bereiken. Daarbij is de Nederlandse publieke omroep een heel uniek bestel met omroepen die gefundeerd zijn in de Nederlandse samenleving. Zo heb je een aantal omroepen die op die manier te werk gaan. En dat levert een heel gevarieerd pakket op. Werkt dat minder eenduidig? Nou, dat is natuurlijk de spanning die er is. En ik heb die proberen aan te geven. Het is dan wat moeilijker om een eenduidig pakket tot stand te brengen. Dus moet je heel goed met elkaar gaan overleggen. Wie doet wat, waarom en wanneer. En dat gebeurt dus niet goed? Vind ik te weinig. Dat kan absoluut nog beter. Hoe gaat het nu dan? Nou, nu is het eigenlijk een beetje zoals de traditie van de publieke omroep was. Van je levert je programma's aan en je vecht voor zo'n best goede mogelijke plek in het schema. Dat doen wij net zo goed als anderen. En dan kijk je naar het geheel. En dan kun je vervolgens zeggen, ik ben tevreden over mezelf. U zegt, ik ben ontevreden over het geheel. Nou, wij zijn nu in de fase dat we zeggen, we zijn niet ontevreden over waar onze positie op Zeppelin. Onze programma's doen het heel erg goed, worden erg gewaardeerd. Ik denk dat we een belangrijke en goede bijdrage aan Zeppelin leveren.
Maar het geheel, dat is nu de volgende stap van waarover we ons een beetje zorgen maken. En dan met name over het resultaat van het geheel. En ik denk niet dat een van mijn collega's tevreden kan zijn over het feit dat diezelfde programma's die een paar maanden geleden nog bij wijze van spreken 10% meer trokken, dat die nu 10% minder trekken. Want dan weet je dat je je potentie niet haalt van een programma. De commercie rukt verderop, hè? Kindertelevisie is natuurlijk een hele rare markt. Want zeker als het gaat om de grotere programma's. Hè, kindertelevisie is natuurlijk een enorm volume. Zeppelin doet al 9 uur per dag. Nickelodeon gaat straks 24 uur per dag doen. Dat zijn enorme volumes. Doordat in die volumes programma's zitten die dagelijks met kinderen in contact zijn, gaan die programma's onderdeel van hun leven worden. Dat worden onderdelen van hun leven. En dus is er ook heel veel commercie omheen. Commercie die bij commerciële omroepen onderdeel is van hun inkomsten. En bij ons gaat het eigenlijk een beetje langs ons heen. Zou dat bij de publieke omroepen ook moeten dan? Nou, we zouden daar eens heel goed naar kunnen kijken. Want we zijn misschien af en toe wel wat puriteinser dan nodig is. Maar ik vind primair staat voorop dat we onafhankelijk onze programmering maken. Dat zou bij ons nooit ter discussie kunnen staan. Maar als Brum zo populair is, dan is er niets mis mee om die populariteit ook wat meer buiten de televisie te benutten. En uiteindelijk zou ik het leuker vinden als ouders een videoband van Brum kopen dan van Pokémon. U bent dus voor meer samenwerking met uw collega's van andere omroepen. Hoe denken uw collega's daarover? Als je veranderingen wilt, dan heeft dat consequenties voor omroepen en voor programma's. Wat voor consequenties? Nou, sommige programma's zouden misschien beter kunnen stoppen, of sommige programma's zouden beter op een andere plek kunnen. Doelt u op het blok tussen 6 en 7? Dus nou, ik bedoel in zijn totaliteit. Ik bedoel niks precies. We hebben gesproken met de netcoördinator Kathy Spierenburg. En zij nuanceert het verhaal van u toch een beetje. Zij zegt van ja, die daling van die kijkcijfers, dat is iets tijdelijks. Dat gaat met ups en downs. En toenemende populariteit van die commerciële, dat ebt ook wel weer weg. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dat ben ik niet met haar eens. Ik vond sowieso, zeg maar, het niveau waarop Zeppelin enkele maanden geleden opereerde, vond ik al niet voldoende. Ik denk dat met de potentie die wij hebben, we niet tevreden mogen zijn met een marktaandeel van 20-22%. Nu dat terugvalt tot rond de 15%, denk ik van ja, dat kun je niet iets tijdelijks noemen. Bovendien, de markt verandert. Dus dat vind ik. Maar mevrouw Spierenburg zegt, Zeppelin heeft gewoon een heel trouw publiek. Dat is deels waar, deels ook niet, want een deel van het publiek verlaat ons nu. Dat blijkt ook uit de daling van het marktaandeel. Ons bereik, dat is absoluut in orde. Maandelijks bereiken we een ruim 90% van alle kinderen. Maar dat doet Fox Kids ook. Dus dat is op zich niet uniek. Het gaat er mij veel meer om van, het zou nou zo fantastisch zijn als een kind op het schoolplein zegt, Zeppelin, dat is mijn favoriet. En helaas moet ik constateren dat als je op schoolplein vraagt, wat is je favoriet, noemen ze niet Zeppelin. Jan-Willem Bult was dat, hoofd van de KRO Jeugdprogrammering. Dit was Mediazaken, het media- en reclameprogramma van Business Nieuws, Radio en Adformatie. En wilt u deze uitzending nabeluisteren, dan kan dat in ons archief op www.adformatie.nl. En voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar mediazaken@bm.nl. De techniek was vandaag in handen van Thomas Skaes Bakker, redactie Robert Sommer en Robert Doggers. En mijn naam is Marjan van den Berg. Na de reclame kunt u luisteren naar De Lobby, het Kamerledendebat onder leiding van Nienke de Zoete.